Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. En te willen van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel. En hij is vlees geworden door de Heilige Geest. En dat uit de maagd Maria. En hij is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. En hij heeft geleden en is begraven. En op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen zowel de levenden als de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof ook in de Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof in een heilige, algemene en apostolische kerk. Ja, wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. Verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. En een ieder die het met zijn hart mee kon zeggen, zegt amen. Van harte welkom in deze Immanuelkerk in Driebergen. Het is bijzonder. We hebben als vrijwilligers er ontzettend naar uitgezien dat deze avond er eindelijk zou zijn. We hebben met spanning zitten wachten totdat jullie zouden komen en dan zijn jullie er ook. En hoe? Met hoeveel? Ongekend. Schitterend. Dat is echt een klein beetje kippenvel. Dus ontzettend dank voor jullie betrokkenheid, voor jullie aanwezigheid. En dan moet de avond nog beginnen en dan ben ik nu al enthousiast. Dus hopelijk houden we dat vast. Het thema van vanavond is licht van de wereld. En dat komt ook in allerlei kerstliederen naar voren. Je zou er ieder thema al vast kunnen plakken in deze prachtige kerk. De Immanuelkerk zou je ook het thema Immanuel kunnen noemen. Hebben we niet voor gekozen, had best gekund. Maar licht van de wereld, dat is het thema wat we hebben gekozen. Waarom? Omdat we in de Heer Jezus Christus zien als het grote licht wat van God afkomt. We hebben het net ook gezien in de belijdenis van Nicea. Het grote licht wat in onze duisternis komt. En dat is het wonder van kerst. Dat is het wonder van kerst. Hij, licht der lichten, komt in mensenvorm hier op aarde. Om in onze duisternis te delen en ons te bevrijden uit de duisternis en te zetten in het eeuwige licht. Daar gaan we heerlijk over zingen vanavond. De opbouw van vanavond, voor degene die al een keer... Laat ik dat even polsen. Wie is er de vorige keer bij de geloofstrusting Zing in met Pasen geweest? Wie was daarbij? Kijk, trouwe fans. Heel goed. Wie is er wel eens op een Jijda-avond geweest? Wow. Nou ja, Maarten, wij doen het onderspit hier zo als geloofstrusting zijnde. Dat is gewoon echt dik jij daar hier zo. Heel goed. En een zinkering, want daar lijkt het meest. Wie is er op een zinkering geweest? Ah, prachtig. Nou, jullie gaan eigenlijk... Ja, het gaat iets anders zijn misschien soms, maar niet heel veel hoor. Dus voor jullie is het allemaal oud vertrouwd. En voor degene die zeggen, ja maar hoho, ik stak geen hand op. Ik heb echt geen idee wat me te wachten staat. Nou, we gaan heel veel zingen. Dat doe je meestal bij een zing-in. We gaan ook wat bijbelgedeeltes met elkaar lezen. Zullen we korte momenten even stilstaan bij een bepaald bijbelgedeelte? Dat gaan we doen. We gaan ook zometeen met elkaar bidden. En tussendoor hebben we een pauze, dan kun je even de benen strekken. Geen idee hoe dat gaat strakjes met deze aantallen. Dat wordt strekken alleen opstaan, denk ik. Maar goed, dat zien we straks wel. We gaan eerst even zingen. Laat ik dit ook even noemen. Met zulke grote aantallen, één, maakt mij daverend enthousiast. Maar als een beetje soort verantwoordelijke... Hierzo voel ik me enigszins spanningsvol. Want als er hier iets fout gaat, dan gaat het goed fout. Tenzij ik jullie nu vertel hoe we het dan gaan oplossen. En jullie nu heel goed opletten. Deze groep, middenschip en jullie daar, jullie sprinten dan... Oh nee, dat is niet goed sprinten. Jullie lopen rustig de
beide deuren aan de achterkant eruit en loop lekker ver weg, dan komt het allemaal goed. Die deur daar zo, die zit dicht. Dus, als je hem wel open doet, dan kom je in de tuin van de man die hiernaast woont. En daar wil je ook niet komen. Dus je doet er goed aan om die deuren te pakken. Dus als dit schip die deuren pakt, dan komt het goed. En jullie boven, jullie weten de trap te vinden. Heel rap naar beneden en ook daar eruit. En dit gedeelte kan natuurlijk ook nog via deze deur eruit. Dat wilde ik toch heel graag gezegd hebben. Mocht... De tuin van de buren inlopen. De buren staan hier. Oh, dag buurman! Maar gaat dat wel goed? Ja, kan dat? Oh, nou. Als we hier zat zijn, dan gaan we op visite met de buren. Nou. Dank dat we uw tuin mogen gebruiken. Ik hoop niet dat we hem hoeven te gebruiken, maar goed. Leuk dat u er bent trouwens. Geweldig. BAV, mocht er nou iemand onwel worden of wat ook, en niet meer de kans hebben om eventjes daar naartoe te lopen, dan zitten er op de hoeken wel mensen met een hesje. Dus als er wat is, ga even staan en vraag even vriendelijk, doch zeer dringend om aandacht. Dan je buurman mag ook staan, dat is ook geen probleem. Goed. Ja, vanuit deze hele hectiek is het nogal een switch om nu te gaan bidden, maar ik ga het wel doen. Dus ik stel voor dat we eerst een moment stil worden en dat we dan met elkaar bidden. Heere God, wat is het heerlijk om op zo'n mooie locatie en met zo ontzettend veel mensen die ook zin hebben om te zingen en om over u na te denken en u de lof toe te brengen, dat we hier met elkaar samen mogen zijn. Heere, dan gaat er zoveel door je heen, ook... Toen we net met de vrijwilligers bij elkaar waren, wel is het heerlijk om te bouwen en te sjouwen. En in de hoop en in de verwachting dat je als vrijwilligersgroep niet de enige bent die dit verlangen heeft op tweede kerstdag. Nou, dat is gebleken. Heer, dank u wel dat u ons hier bij elkaar brengt. Dat we het hier goed hebben. Dat u ook de rest van de avond in uw handen neemt als we straks heerlijk gaan zingen. En wilt u ons ook helpen om de woorden die we zingen, om die ook op onszelf te betrekken. Dat we niet... alleen zingen over een ander, dan blijft het zo afstandelijk, ver weg, 2000 geleden, ja, daar ergens in Bethlehem. Maar heren, wilt u met uw Heilige Geest tegenwoordig zijn, dat het heel dichtbij mag komen vanavond. En heren, als dat kerstkind nog nooit in ons hart echt geboren is, dat dat dan vanavond gebeuren mag. En heren, niet omdat wij nou zo hard ons best doen, maar omdat u zo genadig bent. Dat u zo goed bent. Heren, dan pleiten we op uw woord, dan pleiten we op uw belofte, dan pleiten we op uw goedheid en uw genade. Op uw barmhartigheid, die oneindig is. Heren, we leggen alle dingen in uw hand. Er is een hoop wat fout kan gaan op zo'n avond, aan technische dingen of qua muziek. Nou heren, we kunnen van alles bedenken. Maar daar gaan we niet over denken, want we leggen de dingen in uw handen neer en vragen u of u de leiding wil nemen vanavond, hoe het ook zal gaan. Heren, wilt u ook de leiding nemen als we gedeeltes uit uw woord gaan lezen? Wilt u dan tot ons spreken als we uw woorden mogen horen? Heren, ja, zo hebben we heel veel aan u te vragen en ontzettend veel om te danken. En dat is het heerlijk om te weten dat u alle dingen weet. Ja, dat u het veel beter weet wat wij nodig hebben dan dat we dat zelf weten. En in dat vertrouwen leggen we alles bij u neer. In Jezus' naam. Amen. Ik ga met jullie een paar versen lezen uit Matteüs en dan gaan we heel gauw lekker zingen. En dat is Matteüs 1, vers. Matteüs 1, vers 18 tot 23. We zitten hier in de Emmanuelkerk. Prachtige betekenis heeft dat. En wat de betekenis is van Emmanuel, dat gaan we nu lezen. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat ze samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. En terwijl hij zo deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verscheen aan hem in een droom. En die zei, Jozef, zoon van David, wees nou niet bevreesd om Maria, uw vrouw, bij u te nemen.
Want wat in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want, wat betekent die naam dan? Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. En vertaald betekent dat, God met ons. Als je een klein beetje jezelf kent en je kijkt een beetje om je heen naar hoe wij als mensheid zijn en tot welke slechtheid wij iedere keer weer toe in staat zijn en je hoort dan Immanuel, God is met ons, dan hoop ik dat je het zometeen met ons mee gaat zingen in verwondering. Hij wil met ons zijn. Hij wil onder ons gevonden worden. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is genade. We gaan die twee liederen zingen, Als alles duister is en O kom, Immanuel.
hedendaags lied wat daar heel goed bij past is het lied Ik zal er zijn. Ik weet niet of jullie hem allemaal kennen. Maar het is misschien niet direct een kerstlied, maar het past wel heel goed bij wat we net hebben gezongen over Immanuel. En het is schitterend om je te realiseren dat de Heer erbij is, wat de omstandigheden dan ook zijn. En dat is het lied wat we nu met elkaar gaan zingen. Ik zal er zijn.
Lucas 19 er even bij pakken. En dan denk je, huh, was toch een kersting in? Wat gaan we nou met Lucas doen? Dan zitten we bijna bij het paasevangelie, man. Ja, dat is waar. Dat heb je helemaal goed. Nou, één is het altijd goed natuurlijk om je te realiseren dat het niet bij kerst gebleven is. Hoe mooi kerst ook is. Het gaat al heen naar Goede Vrijdag en naar Pasen. Dat Jezus naar deze aarde kwam was, zodat hij een lichaam had waarop gespuugd kon worden. Dat hij een lichaam had, handen had, waar spijkers in geslagen konden worden. Als je dan terugkijkt naar die kribbe en dat kindje ziet liggen in gedachten, dan realiseer je opeens hoe mooi kerst ook is. Het gaat heen naar die grote dag dat hij hangen zal vanwege mijn zonde. Zeg je dat? Ik hoop dat je dat zegt met heel je hart, omdat je gelooft in de Heer Jezus. Maar daar gaat het naartoe. En ik ga even terug, Lucas 19, vers 1 tot 10 ga ik lezen met jullie. En dan gaat het over Zacchaeus. En dan komt, ik hoop dat je snapt waarom ik, als ik het gelezen heb, hoop ik dat je snapt waarom ik het lees, uiteraard uitgerekend met kerst. Lucas 19, vers 1. En Jezus kwam door Jericho binnen en hij ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was een oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte en omdat hij klein van persoon was. Je ziet hem staan, hè? Het is blijkbaar, zo zegt Lucas, het is een klein mannetje. En nou, wij zitten hier allemaal netjes achter elkaar en kunnen het allemaal hopelijk ongeveer wel zien. Hij zag helemaal niks, maar hij wilde ook wat zien. En dat is niet, dat is begrijpelijk. En hij lost dat op door dit te doen, vers 4, en na vooruitgelopen te zijn. Dat is een slimme man. Hij denkt, ik sprint vooruit, ik weet hoe ze lopen gaan. En dan kan ik hem toch zien. En hij rent vooruit, dan klimt hij in een wilde vijgenboom, lezen we hier. Waarom? Omdat hij de Heer Jezus wil zien. Ik vind dat zo mooi. Hij wil de Heer Jezus zien, terwijl het een tollenaar is. En ja, dat zijn een beetje landverraders, zeg maar. Vers 5, en toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op. Hoe wist de Heer Jezus dat Zacchaeus in die boom zat? Hij wist het. En hij ziet Zacchaeus in de boom zitten en hij zegt tegen hem, Zacchaeus, haast u, kom naar beneden. Hij zit net in die boom om Jezus te zien, komt Jezus voorbij, kom weer naar beneden. Waarom? Jezus zegt, want heden moet ik in uw huis verblijven. En Zacchaeus, hij haast zich, hij komt naar beneden en dan ontvangt hij de Heer Jezus met blijdschap in zijn hart. En alle die dat dan zien gebeuren, hè, wij in gedachten denken het een beetje mee, maar daar stonden natuurlijk ook echt mensen bij en die zien dat gebeuren en alle die dat zagen, die morden onder elkaar, die waren het er niet mee eens. En die zeggen, dat is nou ook wat, hij is bij een zondige man naar binnen gegaan. Weet Jezus wel waar hij naar binnen gaat? Jezus gaat daar zijn intrek in nemen. Zacchaeus nu ging staan. En hij zei tegen de Heere, Heere, kijk, de helft van mijn goederen. De helft van wat ik heb. Heere, ik geef het zonder te tellen. Ik geef het sowieso allemaal aan de armen. Dus de helft van mijn bezit, dat ben ik nu al kwijt. En alles wat ik iemand heb afgeperst, dat geef ik hem bovenmatig veel. 4 keer 4 dubbel terug. En dan vers 19. Toen zei Jezus tegen hem, heden is in dit huis zaligheid geschiet. Jezus is de zaligmaker en waar hij komt, geschiet de zaligheid. In dit huis is de zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat is dus de reden van kerst. Als je wil weten waarom het kerst is geworden, Lucas 19, vers 10. De zoon des mensen is gekomen. Waarom is hij gekomen naar deze aarde? Om te zoeken en te zalig maken dat verloren is. Dus als jij nog niet gevonden bent door hem, één ding weet ik zeker, je bent wel verloren zonder hem. Laat je vinden. Laat dat vanavond zo zijn. We gaan een heerlijk lied zingen, midden in de donkere nacht. En daarna zingen we een wat hedendaagse lied, Licht van de Wereld. Midden in de donkere nacht en dan Licht van de Wereld. Thank you.
stukje lezen uit het Oude Testament, uit Jesaja 9. Want wat we gezongen hebben, daar hebben we ook een prachtig Bijbelgedeelte bij gevonden. Jesaja 9, vers 1 tot en met 6. En daar staat: het volk dat in duisternis wandelt, zo wordt er geprofeteerd, dat zal een groot licht zien. Mooi hè, dat contrast wat we ook in ons thema hebben. Licht van de wereld, licht en duisternis, wat ook in Johannes en meerdere plekken in de Bijbel, in het Nieuwe Testament terugkomt. Dat zie je ook al in het Oude Testament, zie je dat contrast ook voortdurend terugkomen. Zo hier ook. Het volk dat in duisternis wandelt, dat gaat een groot licht zien. Zo wordt er geprofeteerd. En wij weten dat dat al gebeurd is en we zien reikhalzend uit naar wat Christus nog meer gaat doen. Ook in het bijzonder voor het Joodse volk. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. Dat is de ene kant. Over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u de blijdschap, evangelie, heeft u de blijdschap niet groot gemaakt? Wij zullen blij zijn voor uw aangezicht zoals men zich verblijdt bij de oogst. Ja, zoals men zich verheugt als de buit verdeeld wordt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, de knuppel van hun slavendrijver, u hebt die verbroken als op een Midiansdag. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel die gewenteld zit in het bloed, ze zal verbrand worden en ze zal voedsel zijn voor het vuur. Wat is nou het geheim van dit alles? Dit. Want een kind is ons geboren, zegt Jesaja. Hij spreekt alsof het er al is. Hij moet nog echt eventjes wachten. Maar hij spreekt in die overtuiging. Ja, dit is zeker, dit is vast. Profetisch spreekt hij het uit, want een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven en de heerschappij die rust op zijn schouder. En hoe noemen we dat kind? Dat is toch een van de eerste dingen waar je naar vraagt als je hoort dat iemand geboren is. Hoe heet het? Hoe heet dit kind? Men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader. Vredevorst. Zo iemand hebben we nodig. Juist ook aan de vooravond van 2016. Nog een paar dagen. En de uitbreiding van deze heerschappij, van dit kind. Een kind dat de heerschappij heeft. Wat een heerlijke ironie. Een kind dat de heerschappij heeft. Aan de uitbreiding van die heerschappij. En aan deze vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. En wat zorgt ervoor dat dit allemaal gaat gebeuren? De naijver van de Here, de Here van de legermachten, die zal dit doen. We gaan als er één kerstlied niet op een avond als deze mag ontbreken, ja, dat kan trouwens wel een paar verzinnen trouwens. Maar één van degenen, we kunnen uiteraard niet alles doen, hè? Dus misschien loop je straks vanavond hier wel weg en zeg, hé, wat jammer, nou, ik had eigenlijk gehoopt dat ze die ook op hun playlist hadden gezet. Ja, sorry, u weet een andere keer. Maar een paar, dat zijn pareltjes die mogen niet ontbreken. En deze die we nu gaan doen, zeker niet. Dat is Stille Nacht. Dat, ja, als we die niet gezongen hebben, dan zou ik bijna zeggen, dan is geen kerst. En daarna zingen we O Holy Night. Dus eerst Stille Nacht en daarna O Holy Night.
Jezus alleen zingen. Maar ik wil met jullie een paar versen lezen. Voordat we dat gaan doen. Oh. Lucas 8, een wat langer gedeelte. Wie heeft er de afgelopen dagen een preek over Lucas... Ik zei Lucas 8, maar ik bedoel Lucas 2. Wie heeft er een preek over Lucas 2 gehoord? Oh, anders. Wie niet? Oh, je bent helemaal niet naar de kerk geweest. Geintje. Nee, er zijn prachtige andere Bijbelpassages om over te preken natuurlijk. En ik zat even te twijfelen in de voorbereiding van ga ik dat doen, hè? Lucas 2, want jullie hebben het al zo vaak gehoord. En mij nekt het dan, ik gebruik al een tijdje de herziende Statenvertaling. Ik ga hier geen vertalingen ruzie starten. Of je nou Statenvertaling leest of herziende Statenvertaling, het is mij allemaal prachtig. Maar dat merk je als je dat heb ik dan, als ik dan de herziende Statenvertaling lees, dan merk ik hoe vaak ik vroeger in de Statenvertaling Lucas 2 heb gehoord. Al die woorden, dan moet ik echt goed kijken wat ik lees, omdat je zo, dat er zo ingedrenkt is. En dat bracht me ertoe om het toch gewoon weer te gaan lezen. Want als zulke passages niet meer uit je hoofd weg te denken te zijn, nou, dan is er iets heel moois gebeurd vanavond. We gaan vers 8 tot en met 20 lezen. En dat gaat over de herders en over de engelen. En er waren herders in diezelfde streek en die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u goed nieuws. Grote blijdschap, want die voor heel het volk wezen zal, namelijk, wat is dan dat goede nieuws, dat grootste nieuws, wat zoveel blijdschap geeft, namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker. Hij is Christus. Vond ik zo mooi. Hij is Christus. Je hebt zoveel profeten gehad, Israël. En nu komt die echte profeet die alle andere profeten doet verblinken. Israël, jullie hebben zoveel koningen gehad. En nu komt er eentje. Ja, alle andere koningen verbleken daarbij. Jullie hebben zo ontzettend veel priesters gehad. Deze priester... Ah, daar is er geen eentje mee te vergelijken zo goed en zo mooi en zo fantastisch en zo heerlijk als dat hij is. Sterker nog, als deze priester ten tonele verschijnt, dan verbleken niet al die andere priesters. Die kunnen meteen ander werk zoeken. Dat is niet meer nodig. Waarom? Hij is niet alleen priester, maar hij offert ook zichzelf. Een levende en een eeuwige offer wat hij brengt. Zo schitterend. Stop hier, maar hij is Christus de Heere. Misschien is daar wel een preek over gehouden, ik kan het me zo voorstellen. En dit zal voor u het teken zijn, zeggen de engelen tegen de herders. Wat dan? U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribben. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei, zie je dat? Ja, ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn geweest, om die herders die schrikken zich wild, zien daar een engelenmacht. Ik kan me niet voorstellen hoe het is geweest. En dan gaan die engelen eerst zo'n boodschap brengen. En dan gaan ze het proclameren. Een legermacht proclameert. Ja, wat proclameren ze? Eren zij aan God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel. Dat de herders ze tegen elkaar zeggen. Laten wij ook naar Bethlehem gaan. En dat woord zien dat er geschied is. Mooie uitdrukking, hè? Het woord zien dat er geschied is. Ons is iets gezegd en daar zijn we zo van overtuigd dat wat gezegd is gekoppeld is aan wat er gebeurd is. Laten we daarnaar gaan kijken. Laten we kijken naar het woord wat de Heer ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en dan vinden ze Maria en Jozef en het kindje dat ligt in de kribbe. En toen ze het gezien hadden, wat heerlijk is het, hè? Een ontmoeting met Jezus, dat zorgt er altijd voor dat je je mond niet meer kan houden. Hier ook, hè. Toen ze het gezien hadden, maakten ze overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden, dat is dan weer het prachtige gevolg, hè. Soms ga je evangeliseren of deel je iets op je werk en dan kom je van de, ja, krijg je de deksel op je neus, zeg maar. Maar hier is een prachtige resultaat ook, hè. Alle die het hoorden, die gaan zich verwonderen. Verwonderen zich over hetgeen door de herders tegen hen gezegd wordt. En Maria, die bewaarde al deze woorden en
die overlegde ze in haar hart. En de herders keerden terug en ze verheerlijkten en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Vind ik zo heerlijk. Ik kom uit een reformatorische gezin, en daar is het woord bevinding een heel mooi en ook een heel belangrijk woord. Hè? Dat je niet alleen dingen beleidt met je lippen, maar dat je ook kan zeggen, ja weet je, maar dat gaat verder dan mijn hoofd, dat zakt ook in mijn hart. En dat is heel belangrijk, hè? Dat geloven meer is dan alleen maar cognitieve kennis, iets wat je in je hoofd weet, maar ook iets wat in je hart is gezakt, wat je echt raakt. En hier zie je, dat kan natuurlijk ook misgaan, hè? Bevinding kan ook de verkeerde kant op. En daarom is het zo mooi en zo belangrijk dat je bijbelgeleide, bijbelgestuurde bevinding hebt. En dat hebben hier deze herders. Zij bevinden, zij ervaren, zij voelen datgene wat ze eerst alleen maar hadden gehoord van de engelen. Ze krijgen een boodschap van God. Dat geloven ze. Op grond van dat geloven gaan ze op pad. En dan ontstaat de ervaring, de bevinding, de ontdekking, het wonderlijke gevoel dat het nou precies zo is, zoals hen gezegd was. Vind ik zo heerlijk, dat leert mij en ik hoop jou ook, hoe we in het geloofsleven staan. Ja. Vast op het woord alleen. En dan gaat het goed. Het woord als kompas, en dat zie je bij die herders prachtig naar voren komen. Even kijken, Jezus alleen zei ik net volgens mij. Ja, Jezus alleen. En dat, daar heb ik hier een uitroeptekentje bij staan. Even kijken. Ted, de eerste gaan we met z'n allen doen, hè? Volgens mij. Eerste met z'n allen. Tweede de dames. Derde de heren. En de vierde weer met z'n allen. En we doen het ook hier zo, hè? Dat jullie stoppen. Precies. Dus als je het nou echt niet meer weet, dan kijk je gewoon even naar het podium. En dan, als je dan mannen ziet zingen, dan denk je, hey, daar ben ik ook eentje van. Dan mag je gewoon meezingen, zeg maar. En als het nou helemaal fout gaat, maakt het ook niet uit. Ik hoop dat je dan in ieder geval geniet. Maar eerst allemaal, tweede dames, derde de heren en vierde weer allemaal. Jezus alleen en daarna gaan we een psalm zingen, psalm 108 vers 1 en 2.
we gaan zingen zijn In de stad van koning David. En daarna zingen we Ik kniel aan uw kribben neer. Ja, In de stad van koning David en Ik kniel aan uw kribben neer.
Wat ik niet mag vergeten om jullie te vertellen. Nou, de eerste is vanzelfsprekend. Deze avond die kost geld. Dus we gaan een collecte houden. En omdat we gokten dat u ons niet wilde afschepen met 50 cent of een euro, want daar zouden we het zeker niet meer redden, hebben we even de machtigingskaartje neergelegd. Dan kunt u er 2 euro op schrijven, of 1,5 euro, of 1,20 euro. Of zegt u misschien van, joh, weet je, we gaan met kerst niet moeilijk doen. Die eindejaarsschrift, Marcel, dat wordt geregeld. Dat ga ik zo even rustig opschrijven, want anders doe ik het in de pauze. Ja, gekkerheid, maar ja, het is wel zo. Die avond kost wel geld en ik ben slecht in collectepraatjes. Maar ik kan hopelijk 1 ding duidelijk maken, dat ik hoop dat ik straks niet de rekeningen zelf hoef te betalen of zo, maar dat we het samen doen. Dat is wel een kerstgevoel, vind ik altijd zelf. Ik hoop maar dat dat overkomt. Goed, spreek voor zich, hè. Ik hoop dat dit geintje niet de ernst van de zaken ondermijnt. Maar hele andere ernstige zaken, dat is als je op hoge nood zit. Dan kun je niet wachten tot het pauze is. En dan kun je vervolgens niet wachten, waar zijn die toiletten? Voor degene die ze nog niet gevonden hebben voor dat de avond begon. Als je zo meteen de zaal uitloopt, dan heb je recht voor je de keuken waar de koffie, thee en weet ik het allemaal staat. Dat kun je meepakken, gratis overigens. Kun je meepakken en het liefste dan meteen doorlopen naar de 2 zalen die daar openstaan. Want anders gaat dit nooit goed komen. Maar voor degene die zeggen, joh, ik moet er niet meer water bij, ik moet wat kwijt. Dan kun je rechts voor de heren en links om voor de dames, als het goed is. Ja, links om voor de dames bij de keuken terecht. Even denken. Nee, volgens mij was hem dat wel zo ongeveer. En dan, ik zit even te kijken hoe laat leven we nu. Wie kan me helpen? 9:50. Even kijken. Nou, zullen we 20 minuten pauze doen? Het is wel een beetje lastig zo. Want ik kan ook weer niet zeggen, het makkelijkste zijn, pak drinken en sprint weer hier terug en drink het dan hier rustig op. Maar dat wordt niks, want dan kan ik hier vannacht om 3 uur nog koffievlekken gaan lopen poetsen. En ik wil gewoon naar bed, rustdag. Laten we met elkaar dat mooi, dat is ook mooi met kerst natuurlijk, laten we met elkaar dat oplossen, dat we allemaal vlot aan de koffie zitten en als we klaar zijn dan ook weer vlot hier terugkomen. En het lijkt me mooi om tien over half hier weer te zijn. Dan hebben we 20 minuten, dan moet, ja, het is krap, maar het moet te doen zijn. We gaan, misschien kun jij eens even wat improviseren of zo. Hè? Gelijk zingen? Ja, het is wel laat, ja. Maar ja, anders is die collectezak er nooit doorheen gekomen. En ik wil die mensen wel de gelegenheid geven. Goed, Flip doet wat, waarschijnlijk heel kort. En dan gaan we God and God Alone zingen. En daarna is het pauze.
Nou, dat was het eerste deel. Ik zou zeggen, vlieg gauw naar de koffie en kom snel weer terug. Tot zo.